Hoi, ik ben Tamer en we gaan het vandaag hebben over bakfietsen. Hoe je je kind veilig in kan vervoeren en wat er gebeurt als je kind niet goed vastzit. Je hebt twee soorten bakfietsen. Je hebt een bakfiets met twee wielen, een voor- en een achterwiel. En je hebt een bakfiets met twee voorwielen en een achterwiel. In een bakfiets met twee wielen is vaak de bak wat kleiner en compacter, waardoor er nooit twee babyschalen in kunnen. Daarentegen kan je wel twee kinderen meenemen. In een bakfiets met twee wielen aan de voorkant is vaak de bak wat groter, waardoor je twee baby's goed mee kan vervoeren in een veilige babyschaal. Een driewiel bakfiets stuurt moeilijker omdat er twee voorwielen op zijn. Als je de bocht doorgaat, willen ze eigenlijk gewoon rechtdoor. Het is dus moeilijker om hem de bocht in te drukken. Met een tweewiel bakfiets gaat dit gewoon veel soepeler. En dan gaat het eigenlijk hetzelfde als je eigen stadsfiets. We gaan vandaag de slalomtest doen. Ik ga met deze bakfiets laten zien hoe je door de pylonnen gaat. En ik ga hem ook straks laten zien met de driewiel bakfiets. Let's go! Nou, dat ging top. De volgende, de driewieler. Nou, je ziet het. Het is een stuk minder groot succes. Je hebt elektrische bakfietsen en je hebt bakfietsen zonder ondersteuning. Het voordeel van een elektrische bakfiets is dat natuurlijk met al het gewicht wat je meeneemt, is het een stuk prettiger om de fiets op gang te houden en in bedwang te houden. Maar ze zijn ook wat duurder, dus ze zijn ook iets gevoeliger voor diefstal. Als je op een bakfiets gaat rijden, moet je echt op gaan letten dat je je aanpast aan het verkeer. Je bent een stuk langer en je bent dus ook een stuk logger. De fiets is niet zo snel wendbaar, dus rijd er echt rustig mee door het verkeer. Er zit geen vering in de fiets, dus alles trilt gewoon een stuk meer. Dus hou daar rekening mee met fietsen over hobbels of een stoeprand oprijden. Dus het is helemaal niet verstandig om met een baby in een bakfiets te gaan fietsen. Hoe veilig het is om op een bakfiets te fietsen, dat ligt echt aan de bestuurder. Neem gewoon de tijd ervoor. Rij rustig en schat een bocht op het gemak in. Als je je bakfiets wilt parkeren, moet je natuurlijk wel rekening houden dat je bakfiets een stuk langer is. Met een bakfiets met twee wielen heb je een standaard die er onderuit klapt. Een bakfiets met drie wielen zet je eigenlijk op de rem. Maar het zijn natuurlijk grote dingen, dus hou rekening met de rest van het verkeer. Ik ga jullie nu uitleggen hoe je je kind kan vervoeren. Je hebt een kinderstoeltje. Je klikt hierin vast. En er zit ook vering in deze, die wat klappen opvangt tijdens het fietsen. En je hebt een babyschaaltje. Die klik je in de beugel vast. Hier kan je in vanaf 4 maanden. En hier ga je in als je wat ouder bent, 1 maand of 8. Wat je moet doen met oudere kinderen, die vervoer je op een bankje. Nina, kan jij erbij komen? We gaan Nina nu in de bak zetten en met de riempjes vastzetten. Je hebt hier 2 riempjes en hieronder kom je uit bij de 3-puntsluiting. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat de riempjes over de schouders goed zitten, zodat het kind veilig en goed vast zit. Zoals je kan zien zit Nina nu goed vast. Als ik hard rem, zal ze naar voren schieten, maar er niet uitschieten. Zometeen laat ik zien wat er gebeurt als je niet goed vast zit. Ga je met je kinderen op pad met bakfiets, dan is het handig om goede afspraken te maken vooraf. Ja, als kinderen hun handen buiten boord steken, is het natuurlijk sowieso onveilig voor andere weggebruikers, omdat ze dat misschien niet verwachten. Maar je hebt ook kans dat kinderen andere dingen raken of met hun vingers in de spaken komen. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Het is nog veiliger om een soort tent voor over de bakfiets te kopen, omdat op die manier kinderen ook echt niet op kunnen staan of hun handen buiten boord kunnen steken. Een bakfiets is natuurlijk best wel een groot vervoermiddel, zeker in de buurt van andere fietsen. En zo'n bakfiets die neemt ook vaak wel het hele fietspad in. En dat kan bij andere weggebruikers wel voor irritatie zorgen. Die moeten dus ook rekening houden met dat andere fietsers hem moeten inhalen buiten het fietspad om. We gaan de remtest doen om te laten zien hoe belangrijk het is om Elsa en de boodschappen vast te zetten als je hard remt. Door de riempjes is het kind en de boodschappen netjes op zijn plek blijven zitten. We gaan nu de gesjes losmaken en dan laat ik jullie graag zien wat de gevolgen daarvan zijn. Oeps! Conclusie, zet altijd je kinderen en de boodschappen goed vast, want dit ziet er niet zo best uit. Gaat-ie goed, Elsa?
Kortom, we hebben een hoop geleerd over de bakfietsen. Het verschil tussen de bakfiets met twee wielen of met drie wielen. Hoe je je door het verkeer verplaatst, hoe je je bakfiets neerzet en hoe je je kind veilig vervoert. Heb je nog vragen? Stel ze in de comments of bekijk een van onze andere veiligheidsvideo's. Bedankt!